Ik geef jullie even een korte kleine update, want wij zouden dus politieauto's gaan tellen. Vandaag, nu net, hebben wij politieautobusje nummer 1. Nou kan ik. Nou, ik wou net weer een foto van je maken, want je lacht zo mooi. Allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog alweer. Het is vandaag alweer dinsdag 3 september. Ja, en het is nu net 10:45 geweest. Ik heb alweer de administratie gedaan voor school. Kijk, waar iedereen moet staan, et cetera. Ik heb de klappers gedaan. Ja, waar overal iedereen ziek is. Kijk, klappertjes. Ja, ook alweer gedaan. Ik heb de hondjes uitgelaten en mijn buikje zegt van ik heb er geen zin in. Dus lekker, maar dat maakt niet uit. Heel veel gelijk. Ja hoor. Kijk, plezier gewenst en dan komt het weer helemaal goed. Rodi heeft sowieso vandaag een gesprek en bij zijn werk. Dus het komt wel goed. Alvast duimpje omhoog. Nou, we rijden dus nu net weg bij school. Het is nu net 2:10. En Rabi heeft zo meteen een afspraak om 2:15. Ja. Even kijken of er geen tram aankomt. Ding, 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 ding. Nee, er komt geen tram aan. Kijk, ding, 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 ding. En we even in de zenuwen brengen. Dat is leuk, hè, deze. Yeah. Dus nee, ik blijf gewoon even lekker in de auto hangen. Prima. Ik kan nog even lekker met jullie even ouwe hoeren praten. Gezellig, toch? Ja, lijkt mij wel. Nou, ik geef jullie even een korte kleine update. Want wij zouden dus politieauto's gaan tellen. Vandaag, nu net, hebben wij politieautobusje nummer 11 gesport. En dat in hoeveel... Sinds het begin, nou ja, ongeveer volgens mij het begin en van de maand. Dus we hebben nog even te gaan. Ja, 11 auto's en dan nog niet eens in ons eigen wijk. Zo, rij jij nog lekker door? Huh? Maar over het algemeen. Maar over het algemeen, ja. Dus wat is het weer? Maar nou moeten we nog zorgen dat er meer politieauto's in de wijk komt te rijden. Hoe gaan we dat doen? Ja, goeie vraag. Dat weet nog geen mens, maar dat weet ik ook niet. Misschien weten jullie dat. Laat het even weten. Ja, dus inmiddels alweer thuis. En niet voor de tv-buis, maar voor de pc-scherm. Ja. Ik heb net een telefoontje gehad van mijn nieuwe coördinator. Ja, Claudia. Ik ben al bezig met eventjes een lijst maken met wat ik allemaal qua taken eigenlijk op me heb genomen. Samen met mijn man Roderick. Zoals samen roosters maken, rooster in admin zetten, afmeldingen zieken, verwerken op de presentielijst. En ga zo maar even door. Zoals school / kantoor, presentielijst uitprinten. Aan een afmeldingen zieken, verwerken / ook. Want soms doe ik dat thuis, soms doe ik dat op school. Het is net of ik de lijst vergeet mee te nemen. Presentielijst natellen. Dus dat is dus als ze zieken zijn, dan tel ik dus alle bolletjes. Als zieken zijn, dan tel ik die dus niet mee. Dan is het bovenop schrijven voor hoeveel kinderen wij verwachten. En dan als we dus nog in de klas zijn en we noemen de namen op en dan bolletjes intekenen, dan zijn het aantal aanwezige kinderen. Nou, dan moet je dus ook nog het getal, stel er is brand, dan weet je dus hoeveel kinderen er zijn. Je meldt je kind niet ziek en dat weten we niet, ja dan... En er is brand en dan ga je zoeken naar een kind die er niet is eigenlijk op dat moment. Ja, dan mis je gewoon dingen. Dus ja, dat is wel voor de veiligheid van ons, maar ook voor de kinderen is het heel goed. Nou ja, rooster opschrijven voor de kinderen. Dan bedoel ik dus een rooster. Ik weet niet of ik dat hier nog een rooster heb liggen. Die heb ik hier liggen, kan ik een beetje laten zien.
kijk, wij hebben dus hier dus een soort van rooster. Kijk, 1, 2a tot en met 8b. Daar komen dus de namen op te staan van de medewerkers. En dan hebben we dus ook nog een handtekeningenlijst. Nou, en dan gaan we dat dus met de handtekeningenlijst daarvan gaan we dan ook van oké, je bent geweest, Nou, dan een vinkje en dan gaan we zo doorwerken. En dan als iedereen is geweest, nou, dan ben je geweest. En dat is ook alleen maar weer goed voor de uitbetaling. Want als je niet bent geweest, dan ga je uit het admin systeem. En dan ben je gewoon niet geweest. Klaar. Dus altijd die handtekeningen zetten. Dat is oh zo belangrijk. Nou ja, en zo nog meer dingen ja, wat ik eigenlijk nog meer doe. Dus ja, even druk bezig weer voor school. En dat is alleen maar top. Helemaal goed. Ik ben weer trots op mezelf. Ja, en ik heb moeder ook aan de lijn. Ook dat nog. En Roos nog even weer... Hallo allemaal, zegt ze. En Roos nog eventjes weer even voor de VVE bezig. En morgen gaat hij aan de bak als, opleiding voor beveiliger. Ja. En dan blijft vannacht Beauty gezellig hier slapen. Nog wat. Of ik kamer slaap. Kom, weet ik niet. Maar dat zien we morgen wel weer. Toch? Ja. Nou, wij lopen dus weer even lekker in het park hier. En de dames zijn lekker weer los. Mijn mannetje is er ook weer bij. Ja. Ja. Heerlijk dit. Dus ja. Ik was echt net even gewoon gebroken en wie plons weer in het park. Heb jij geen last van hoor? Nee, top. Lekker hè? Ja, en nou moet je er zelf gaan uitkomen. Kom maar. Goed zo. Lekker. Afkoeling. Ik vind het geweldig. Helemaal leuk. Zo, kijk. Nou kan ik. Nou, ik wou net weer een foto van je maken, want je lacht zo mooi. We zijn aan yoga. Dus yoga. Yoga aan de brug. Negen. Acht. Sloot in, water in. Go. Ze weet nou wel en waar ze moet blijven. Kijk, en daar gaan ze. Daar gaan ze. Hey. Dat niet, hè? Ja, precies. Mee. Wat is dat, meisje? Ja, dat zijn mensen die aan het sporten zijn. Is niet eng. Het is oké. Kom maar. Is niet eng. Het is oké. Het is niet eng. Het is oké. Het is niet eng. Ga mee. Het is niet eng, schat. Goed. Maar dit is wel zwaar, hoor, schat. Dit. Kom maar, dames. Gewoon even over het grasveld. Ja, Beauty ligt daar. Poppy ligt daar. Lady ligt daar. Draken ligt hier. En Speedy ligt hier. En ja, een hele dierenbende.
Ja, een hele goede avond allemaal. Ja. Ik zit lekker op de bank, zoals je kan zien. TV te kijken, weinig licht dan. Ook een crazy. Hondjes liggen lekker in de mand. Daar ligt Beauty. Daar ligt Lady. Loffie bedoel ik. Ik kan niet praten en denken tegelijk. Nee, maar het is bijna 12 uur. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Want je hebt gekeken of je het nou leuk vindt of niet. Want je kwam wel op mijn kanaal. Ja. Ik zou zeggen, wil je abonneren? Druk dan eventjes op het abonneerknop. En doe het belletje aan, blijf je op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. Dat is ook leuk. En laat een leuke reactie achter. Nee, dan zou ik zeggen, dankjewel. En tot morgen. Doei.